2,5 miljoen. Hoe ongelooflijk kan dat zijn? Dat is echt fantastisch. Ik geloof het gewoon bijna niet. Het is zo ongelooflijk veel. En ook het feit dat van die 2,5 miljoen 30% mensen vaker dan één, soms wel twee, drie, vier keer geweest zijn. Het is echt bizar. Geweldig. Maar ik vond het al een geweldige dag. Het is natuurlijk heerlijk een dag met je kleindochter op stap. Maar die 2,5 ja, dat spant de kroon. Ja, ik vind het echt ongelooflijk. En ook dat het zo'n bijzonder gezelschap is, ook wat er ook naar ons komt kijken. Dat het echt van jong tot oud gaat. Soldaat verrast ons ook echt als makers en als productieteam ook gewoon nog elke dag. Echt elke dag. In Nederland is dit echt uniek. In het buitenland, in West End en Broadway, heb je natuurlijk wel langlopende shows die dit soort aantallen halen. Maar voor Nederland, een klein landje, is dit echt fenomenaal. Het lijkt soms alsof het alleen maar voorstelling is voor oudere mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Maar het is juist voor de jeugd, is dit een ontzettende, geweldige, aangrijpende voorstelling. Een hele bijzondere maalpaal, 2,5 miljoen bezoekers. Waar wij als team en als acteurs het publiek zo ongelooflijk dankbaar voor zijn. Wij vonden de voorstelling echt fantastisch. Het was de tweede keer en we hebben weer even genoten als de eerste keer. Het was heel bijzonder en je ziet weer net iets andere details dan de eerste keer. Ik hoor ook dat heel vaak mensen twee keer heen gaan. En ik dacht, nou, waarom zou je dat doen? Maar nu snap ik ook wel waarom. Want er gebeurt zoveel dat je denkt niet alles in de eerste keer goed kan zien. Ik vond het best heel spannend. Een beetje, ik heb af en toe mijn ogen dicht gedaan. Het verhaal is gewoon ja, heel belangrijk en heel goed geschreven. En het gaat gewoon over een stukje geschiedenis wat gewoon allemaal echt gebeurd is. Ik denk niet dat je ooit zoiets ziet als dit of kan zien. We mogen nog een keer komen. Ja, omdat mijn oma de 2,5 miljoenste bezoeker is, hebben wij een arrangement gekregen om nog een keer te gaan. Met overnachting inderdaad, dus ja, dat is wel heel gaaf. We mogen met z'n zeven, dus we zaten al een beetje te denken van wie gaan we meenemen, maar daar gaan we thuis nog eens rustig over nadenken. Ja. Daar gaan we over knokken, dat begrijpt u wel, hè? Ja.